Vooraf zijn de achterblijvers in de Zeewegbar vol goede moed. Wel zenuwen een beetje, maar ik heb er vertrouwen in. Goed resultaat gezet al, dus komt goed. Succes! Ja, dankjewel, dankjewel. De stemming verandert snel als Telstar met 2-0 achterkomt. En 2-0 voor de Graafschap. Gaat niet goed, hè? Je weet dat de Graafschap druk gaat zetten vanaf de eerste minuut. Die moeten wat goed maken. Nou, dan krijg je hem zo tegen. Ja, zonde. Maar hij had net ook een penalty eigenlijk moeten krijgen. Want de Vakenvies werden gewoon vol vastgehouden. Maar ja, er is nog niks aan de hand. Komt goed. Hey, rust. Wat denk je ervan? Heb je nog hoop? Weinig. Weinig hoop meer. Mis kleuven de scheidsrechter. Penalty moeten krijgen. Maar, ik hoop dat Snoei in de tweede helft even een goede donderpreek geeft. Schop onder een hol. En gas geven die tweede helft. En dan komt het, ik ga het gewoon zeggen, komt het goed. 2-2. Het lijkt ook goed te komen, maar het gaat toch mis. Verliezen hier met 4-2. Verliezen overal daarmee de halve finale van de play-off. Baal natuurlijk wel een beetje. Maar ik moet zeggen, ja, ik ben natuurlijk trots op mijn club. We zijn zo ver gekomen dit seizoen, uit het niets natuurlijk. Dus ik heb alle vertrouwen in dat we volgend seizoen gewoon weer in de play-off staan. Met, en dan stellen we het feestje op plein 45 een jaartje uit. Maar de Graafschap was wel de betere vandaag. De Graafschap verzuimde vandaag.